Dit weekend organiseert Rijvereniging de Pasruiters het jaarlijkse modderbrons. Dit jaar de 25e editie. Fleur Kleunaar, een van de organisatoren, allereerst gefeliciteerd met de 65e verjaardag van het modderbrons. Dank u wel. Ja, normaal 65 ben je de werkgever, dan ga je genieten van je pensioen en van je vrije tijd. Ja. Maar de Pasruiters zit nog vol met ambities en toekomstplannen. Ja, nee, wij gaan wel door. Ja, zeker. Ja, ambities, je zegt het al. 6 Pasruiters zijn onlangs Gelders en Nederlands kampioen geworden. Onder leiding van Anton Herbenink. Klopt, ja, zeker. Ja, dat is toch een hoogtepunt. Na 11 jaar weer een Nederlands kampioenteam in ja, de club. Ja, absoluut. Ja, nee, we hebben een fanatiek 6-team inderdaad. Met een aantal vanuit onze vereniging inderdaad die daar fanatiek mee bezig zijn. En Anton inderdaad daar de leiding van is, zeg maar. Inderdaad, Gelders kampioen, Nederlands kampioen. Nee, die doen het wel goed. En hoe gaat het met de jeugd, met de AMAS? Of? Nou, de ponyleden die hadden we vorig jaar een stroom naar beneden van eigenlijk qua aanmeldingen. Maar ik moet zeggen, dit jaar valt het ons niet tegen. En komen er weer aardig wat nieuwe jeugdleden bij. Dus dat is positief. Daar zijn we blij mee. Dit weekend worden in verschillende klassen gereden. Klopt, ja zeker. Wij hebben de B-ponies tot aan de M-ponies. Dat zijn de verschillende hoogtes wat we hebben. En zo ook de B-paarden tot aan de M-paarden. Dus inderdaad verschillende klassen. Ja, en dan nieuw is voor mij de 40-plus kampioenschappen. Ja. En ook de Utrechtse kampioenschappen worden hier op jullie ook parcours verreden. Ja, nou, dan moet je toch een eer zijn. Zijn we heel blij mee. Ja, de Utrechtse kampioenschappen zijn we nog niet zo heel lang voor geleden voor benaderd. Ik geloof 2 maanden terug dat ze ons belden. Werd voorheen in Renswoude gehouden, kon helaas dit jaar niet doorgaan. En vroegen ze of we bij ons de kampioenschappen mochten houden. Dus vandaar dat ze hier plaatsvinden. En het veteranenkampioenschap hebben we zelf deze wedstrijd georganiseerd. Ja, ik zag ook net de ruiters over de hindernissen. Ze hebben een speciale bodywarmer aan. Ja, voor een beveiliging. Protector. Ja, dus een bodyprotector. Dus een soort, echt met blokken schuim zijn dat, zeg maar. En daarbij kunnen ze ook nog kiezen voor een air jacket. Dat is een soort opblaasvest wat binnen 0,01 seconde opblaast als een ruiter van het paard valt. Ja, en onlangs was er in media te lezen in Boekelo. Dat is een hele rel misschien wel bezig door de Partij voor de Dieren. Hebben ze maar liefst 200 sponsoren aangeschreven om de Boekelo en de military een halt toe te roepen. En hoe speelt dat hier? Ik moet eerlijk zeggen dat wij gelukkig daar geen brieven of dat soort dingen van hebben gekregen. Bij ons hebben we geen commentaar op de paardensport. Het is wel mooi natuurlijk als voorbeeld nu in ieder geval met de warmte. Dat we wel veel vragen hebben gekregen, gaat het evenement door? Waarop wij hebben aangegeven dat dit verantwoord is nog omdat wij zorgen voor voldoende koud water voor ruiten en paard. Ja, de paarden heb ik net gezien, die worden voor die tijd medisch gekeurd en na die tijd. Ja, dus klopt. Dus daar wordt extra gecontroleerd. Dus dat, Dan heb je hier zit hij in een natuurgebied, stiltegebied. Hoe lang kun je hier nog het organiseren? Dat zal toch een keer misschien komen van dat het niet meer kan? Dat is inderdaad een goed punt. Dat is erg lastig. We merken dat met name dan Staatsbosbeheer toch echt wel aangeeft dat het niet meer mogelijk is om hier de komende 5 jaar onze wedstrijd te kunnen organiseren. Waar we erg van balen. Wij vinden dat dat, onze meningen zijn daar iets over verdeeld. Of dat wel of niet akkoord is voor hier. Dus we zijn druk bezig om met Staatsbosbeheer eruit te komen en wellicht op zoek te gaan naar een ander terrein. Maar voorlopig, de komende jaren zitten we in ieder geval hier. Maar hoe het over 5 jaar eruit ziet, dat weten we helaas nog niet. De laatste jaren is het wel steeds compacter geworden. Ik kan me nog 50 jaar terug, nu hielp ik zelf als vrijwilliger. Ja, toen had je heel veel bos hier omheen, maar nu is het allemaal heel compacter. Wel mooier voor het publiek. Het is mooi voor het publiek en we merken ook zelf wel dat het voor ons en de bouwers prettiger werkt. Korte lijntjes als het ware. En we zijn inderdaad veranderd van terrein omdat we al een kwetsbaar gebied hebben moeten inleveren. Meer op het hoofdterrein. En jullie de locatie thuishaven is op de Needse Berg. Ja, klopt. Ja, jullie beschikken uit een fantastische de rijbak, zo noemen ze dat voor mij. Ja. En een fantastische boom, eb en voetbodem. Dat heeft ook niet iedere rijvereniging. Nee, daar zijn we ook erg blij mee. Die heeft Erik Geerling bij ons aangelegd. En volgens mij 3 jaar terug ondertussen. En daar zijn we heel blij mee. Dat is echt wel heel goed voor de vereniging, zo'n baan. Je kijkt ook blij uit je ogen. Ja. 65e verjaardag en stralend weer erbij. Absoluut. Ik zou zeggen, veel geluk nog met de boddert. En morgen ook, zondag is het nog, heel veel succes. Heel erg bedankt.